Yo Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Mitilipi-nimpi-nimpi-topi-nimpi-ai-video-ki. Praat normaal! Sorry. Oké, een nieuwe Mitopia-video. We zijn op zoek naar het gezicht van Pichu. En het is maar te hopen dat we die dus hier ergens gaan vinden. Zo'n beetje aan het einde van het lotusbloemen-level. Woeloo en ik zijn lekker op stap. En ik zeg, het is zo ontzettend leuk om op lotusbladeren te lopen. En Woeloo die zegt, ja, je kunt er zo lekker op springen. Dat is leuk, maar ook behoorlijk zwaar. Ja, dat is waar. Maar dat betekent wel dat we niet meer naar de sportscholen hoeven. En dat is zeker mooi meegenomen. Ja, dat vind ik ook wel. Ja, sportscholen vind ik... Ja, ik vind sportschool een beetje saai altijd. Fitness. Ik hou meer van teamsporten. Vind ik leuker dan fitness. Anyway, we moeten een weg kiezen. We gaan bovenlangs. En dit is de eerste battle tegen een twerk-koen en een vriendelijke golem. En Luigi mag een tik gaan uitdelen op Epona en dat lukt hem. Voelu die gaat voor vuur. Ik ga voor het lentebriesje. Ik weet niet hoe ik een steen wegblaas met een lentebriesje. Doet er verder ook niet toe. Maar we doen het gewoon. Go, go, Raichu. Lekker. En door, en door. Pichu's hoofd. Pichu's gezicht. Waar ben je? We moeten weer een keuze maken of we boven of onderlangs gaan. Ik ga gewoon weer bovenlangs. Ik heb er vertrouwen in dat dit de goede route is. We hebben na een kissie geopend met 1 game ticket. Dat is alvast pure winst. En dan weer twerkoenen, een slak en lentebriesjes. Twerkoen is weg. Nu de rest nog. Hopelijk kan Woeloo even... Ja, Woeloo doet ontploffing. Lekker. Maar die lentebriesjes die healen hunzelf de hele tijd. Heel vervelend. Maar de eerste lentebriesje is weg. En Luigi gaat voor rechtvaardige razernij. Die lukt niet. Dat is een supergoeie aanval. Want als hij daarmee een vijand raakt, is die vijand in 1 keer verslagen. Maakt niet uit hoeveel HP die heeft. Dat is echt super chill. Nou, we hebben het alweer gefixt. En door. Oh jee. Wat gebeurt er? Ik denk dat ik gewoon even lekker tukkie ga doen. Terwijl de rest lekker doorloopt, joh. Ja, joh. Waarom ook niet? De rest staat een beetje te kijken. En van, hé, wacht eens even. Waar is Rikachu? Ze moeten zonder mij battelen. Wacht, laat me eerst strooisel gunnen. Ik ga jullie eerst even helemaal opladen, jongens. En dan mogen jullie daarna even zelf kijken wat jullie gaan doen, ja? Ja, maar dit wordt wel een ding, denk ik. Nou, let's go, jongens. Ik kan jullie niet helpen. Maar de twerk-koen die is al weg. Dan gaan ze nu waarschijnlijk voor de slak, denk ik. Oh, wacht even. Oh, nee. Ja, Woeloo gaat banaantjes eten. Is niet nodig, jongen. Ik kan je toch healen met mijn poeder. Je kan gewoon aanvallen, jongen. Kijk, Shadow die snapt het nu wel. Die gaat wel gewoon aanvallen. Raichu gaat ook aanvallen. Luigi valt nu ook aan. Zij beginnen te healen. Ja, maar dit gaat jullie lukken, jongens. Jullie kunnen dit ook zonder mij. Kijk, Woeloo wordt afgeschoten. Heerlijk gedaan. Hé, daar ben ik weer. Opeens ben ik er weer, joh. Maar ja, ik ben denk ik al niet meer nodig. Hé, ze konden het gewoon prima zonder mij. Ah, dat is ook wel een geruststellende gedachte. Lekker bezig, jongens. Hé, herberg. Even tijd om een hapje te eten. Golem biefstuk. Ja, dat dacht ik al dat Shadow dat wel lekker zou vinden. We hebben een gestoomde slak. Die ga ik eens even aan Woeloo geven. Dan heb ik hier Kip Carry. En ja, Luigi houdt heel erg van Kip Carry. En dan heb ik nog een Boing salade. Die ga ik lekker zelf opeten. Hop. Oké, lekker man. Gaan we dan nu eindelijk Pichu vinden? Hier op het uiterste puntje van de lotusbloemen. Pichu! Ik denk dat het hier is. Ja. Iemand zegt, zus, help me. Raichu zegt, Pichu, waar ben je, lieverd? Volgens mij is het daar, zeg ik. Blijf waar je bent, ik kom eraan, zegt Raichu. Let's go, jongens. Daar is het gezicht van Pichu. En die zegt, help me dan toch. Pichu wordt even geplakt op de buik van de Pichu-kikker. Oh, snap. Lekker vijandje weer. Luigi die mag de hele tijd gewoon opstijgen. En dat is best wel chill, want die heeft nu 2 van die kikkervisjes in 1 keer gesloopt. Dus die zijn alvast weg. Dat doe je goed, man. Dat doe je heel goed. Lekker, Luigi. Woeloo gaat voor vuur. Wij worden een beetje aangevallen. Iedereen wordt een beetje aangevallen. Dan ga ik even wat strooisel gooien terwijl Shadow aanvalt. Even zorgen dat iedereen weer full HP is, behalve ik. Ik zelf heb het niet heel erg nodig om altijd full HP te zijn, maar met teammaten wel. Het gaat op zich prima. We hebben hem nu denk ik voor 1/3 ongeveer kapot. Kijk, Shadow en Luigi die komen even helpen. Dus ik doe een triple aanval met het lentebriesje. Wat gaat hij nu doen? Hij haalt diep adem. Hij doet een splat attack. Waarschijnlijk gaat hij er nu nog één doen. Nee. Shadow gaat aanvallen. Die gaat vuren. Lekker. Shadow heeft ondertussen geen magic points meer. Dus die moeten we even aanvullen. En dan kunnen we weer door. Raichu helpt mee. Ja, we gaan wel lekker met deze gekke kikker hoor. We hebben hem nu voor de helft kapot. Ik word weer geholpen door mijn matties. Met mijn lentebriesje. Lekker. Oh, hij gaat weer aanvallen. Hij gaat weer een super aanval doen. Ja, gelukkig heb ik gewoon lekker veel strooisel. Dan kunnen we gelijk door. Ik ben benieuwd hoe ver het staat, hoor. Ja, we gaan goed. Hij heeft nog een kwart van zijn HP over.
Lekker bezig, jongens. Ik hoop dat hij geen hele gekke aanvallen gaat doen. Ja, nu doet hij dus wel een hele gekke aanval. Ik ga Wooloo even healen. Ik ga Shadow even zo goed mogelijk healen. En dan moeten Guigi en ik onszelf maar even healen, denk ik. Oh, hij doet nog een aanval. Ja, dit doet pijn. Oh, nu wordt het toch wel echt een beetje spannend. Wooloo doet vuur. Ik ga kijken hoeveel HP die nog heeft. Ja, ik denk dat ik wel mezelf moet gaan healen. Ik zou het denk ik 1 ronde vol moeten houden. Gaat iemand mij helpen? Niemand gaat mij helpen. Dan hebben we een probleempje misschien. Lekker Shadow. Lekker Raichu. Kom op. Hij is echt bijna kapot nu. Kom op. Lentebriesje. Ja. Ja. We hebben hem. De kikker is neer. En we hebben Pichu gered. Woep woep. Heerlijk. Jongens, gooi even die duimpjes omhoog. En vergeet niet te abonneren voor deze overwinning. Dit was een heerlijke overwinning. Ik ga ondertussen naar level 11. En Wooloo gaat naar level 10. Het gezicht van Pichu is weggevlogen. En het lijkt erop dat hij naar het dorp is teruggegaan. Maar daar is hij weer hoor. De rabbit. De fotograaf rabbit. Die vraagt aan Wooloo of hij een foto wil kopen. Tuurlijk jongen, we kopen al die foto's. Ik vind het helemaal goed joh. Kost toch geen drol. Echt een goedkope fotograaf in deze game, man. Hey, Wooloo, die krijgt een nieuw wapentje. Althans, die heb ik gekocht voor hem. Het is best wel een cool wapentje. Het is een ijzeren toverstaf. Die ziet er wel cool uit. Laten we snel teruggaan naar het elfendorpje. We hebben hier nog lang niet alles gedaan, zo te zien. Maar dat maakt niet uit, want we hebben Pichu gered. En dat verdient Pichu, want Pichu was de allereerste die ons geholpen heeft. Pichu! Hier is je gezichtje. Yay! Poeh, dat hoop ik nooit meer te hoeven doen. Bedankt, lief zusje. En jij ook bedankt, zonnestraaltje. Hier, dit is voor jou. Gebruik het verstandig. We hebben een lekkere cake gekregen. En we hebben alle gestolen gezichten in het elfendorpje weer gered. Iedereen is gered, zegt Raichu. Goed gedaan. Super. Yay. Het was leuk om met je samen te werken. Maar mijn avontuur zit er nu op, schat. En Raichu heeft ons teampje verlaten. Maar wij hebben nog een heel avontuur voor ons. Maar Raichu zegt, we hadden iets beloofd. En laten we hem de weg wijzen, zegt Raichu. Ja, want wij moeten natuurlijk gewoon door. Maar waar gaan we naartoe dan? Ja, we hebben hier weer een Pika-dance, jongens. Heerlijk danst hij dit. Ik denk dat ik in mijn volgende leven geen danser moet worden. Ik denk niet dat dat mijn grootste kwaliteit is. Maar iedereen danst hier wel gezellig mee. Dit ziet er zo grappig uit. Ik ga stuk. Kijk die Wooloo. Oh man. En mij, ik in mijn plantenpakkie. Oh. Oké, dit hebben ze wel heel leuk gedaan. Mooi dansie wel. Ja, zag er goed uit. En daar is blijkbaar het verborgen pad. Dus daar moeten we nu naartoe. Dankjewel, zusjes. Ze zullen aan ons denken. Laat die duistere vorst maar zijn poepie ruiken. Gaan we doen. En zo kunnen we gewoon door naar een nieuw gebied, jongens. We moeten nog even een klein stukje ons weg vervolgen, denk ik, hier in het elfenbos. Terwijl Guigi een vraag voor mij heeft. Nou, vertel eens. We zijn al een hele tijd op pad, maar hoeveel tomaten hebben we onderweg gezien? Waarom wil je dat weten? Eens even kijken of we deze uilen kunnen klappen. Ja, de eerste uil is kapot. En de tweede en de derde uil zijn ook kapot. En de derde uil, of nou ja, nee, niet de uil. Ik weet niet, Rick, dat was geen uil. Dat leek niet eens op een uil. Hey, lekker Gogi. Level 11. Die prachtige waterdruppels. Daar kan echt urenlang naar kijken, zegt Wooloo. En Shadow zegt, ik weet wat je bedoelt. Oh, nu gaan jullie urenlang even naar de waterdruppels kijken. Of, die gesprekjes zijn zo onzinnig. En we hebben weer een herbergje gebonden. Waarbij we post krijgen van Goomy. En Goomy gaat vanaf nu het elfendorp beschermen. Ja, ja. Ik geloof er niks van. Ik geef even een cakeje aan Wooloo. Ja, dat lust hij wel. De bosnoten geven aan Shadow. Vindt hij ook heerlijk. En dan heb ik hier nog een tornado limonade. Die vind ik wel bij Guigi passen. Ja, Guigi houdt ervan hoor. Gaan we nu hier naar buiten dan? Nee, nog steeds niet. Of wel? Mogen we nu uit het elfenbos? We moeten nog een beetje battlen in het elfenbos. Of toch niet? Ik denk het wel. Shadow is in ieder geval helemaal zat. Die heeft er genoeg van om elke dag hetzelfde te zien. Eerst zeg je nog dat je uren naar die waterdruppels kan kijken. En nu heb je er opeens genoeg van. Shadow? Shadow is wel echt de raarste guy in deze hele game tot nu toe, jongen. Is een vreedzak. Eet al mijn eten en mijn snoepjes op. Het doet elke keer maar raar. Is niet blij met cadeautjes. Ik weet niet wat er met die guy aan de hand is. Deze groene boykies denken ook dat ze wat kunnen doen. Maar die kunnen letterlijk helemaal niks. Die kunnen wel Shadow naar level 11 brengen. Dat dan weer wel. En opeens wordt het donker. Wij gaan weer even lekker kampvuurtje bouwen. Iemand moet de wacht houden. Weet je, Wooloo, hou jij een keer de wacht. Oh.
Wooloo is bang. Maar het is helemaal goed gekomen met Wooloo zo te zien. Battle! Easy battle! Want we zijn alweer klaar. Daar zijn we dan! Het is zover! Hier recht voor ons ligt het slot van de Duistere Vorst op de top van de vulkaan. En ik vraag me af wat het verhaal achter die Duistere Vorst is. Zou het heet zijn op die vulkaan? En Luigi zegt, je weet toch wat de vulkaan is, of niet? Dat wordt flink zweten, zelfs voor de strijd begint, zegt Shadow. En bad is dat het niet anders kan. Pas op dat de hitte hier niet te veel wordt. De hitte te veel wordt? Ja, je weet wel, drink genoeg water. Nou, wat een tips, jongens. Wat een tips krijgen we zo hier op deze dag. Ondertussen hebben we 650 mensen gered, waardoor we meer HP-strooisel krijgen. Want dat krijgen we bij iedere 50 inwoners. En dat is super nice. Ondertussen wordt de relatie tussen Goichi en Shadow ook beter. En ook het paardje en Wooloo, die vinden elkaar oké. Nee, niet weer! Niet weer! Nee! Oh, nee. Hij heeft weer al mijn vrienden meegenomen. Hou nou eens een keer op. Ga naar het slot van de Duistere Vorst iets verderop en je zult ze daar zeker vinden. Wij zijn wel nog steeds een bloempie, dat is wel chill. En mijn krachten lijken te zijn toegenomen tijdens mijn reis. Oeh. Maar ik denk dat ik nu al mijn matties moet gaan bevrijden, of niet? Ondertussen heb ik even een wollen bloem gekocht. Ziet er weer niet uit. Maar ja, voordat ik naar het slot van het Duistere Vorst ga, wil ik wel even met Epona chillen. Ik bedoel, Epona is de enige die hier nog bij mij is. Dan moeten we wel even chillen. En slapen tegelijk. Kijk, wij zijn nu niveau 9. En we leren Eye Over the Ball. En daarmee kunnen we MP terugkrijgen. Ook nog even een Boing radijsje opeten die we net hebben gevonden. Ja, en dan is het tijd om alleen met Epona op pad te gaan. Oh, dit wordt veel te spannend. Let's go. We zijn op de vuurbergpad. En nou hoop ik maar dat ik als Bloempie niet in de fik kom te staan. Ik moet sterker worden. Ik kan de hulp van Pichu, Raichu en Pikachu eigenlijk wel gebruiken nu. Maar want ik ben alweer alleen. Zou ik die Duistere Vorst alleen moeten verslaan? Nee, dat kan ik echt niet. Ik moet mijn vrienden terugvinden. Ja, en we weten dat die vrienden allemaal in de kerker zitten opgesloten. Oh jee, de magiegenoom. Kan ik die guy in mijn eentje verslaan met een lentebriesje? Ik denk het wel. Dit moet wel gaan lukken. Ja, oké. Gelukkig. Het lukt. Gaan we de weg van het vlees of van het vis? We gaan de weg van het vlees. Ik ben denk ik wel meer een visliefhebber trouwens dan een vleesliefhebber. En toch kies ik de kant van het vlees. Heftig bliksemwolkie wel. Let's go. Ja, maar we kunnen hem pakken, jongens. We kunnen hem aan. Het lukt me wel. We maken een kistje open. Daarin zit een mummy snack. En door. Ik ben benieuwd. Ja, gelukkig hebben we al een herberg. Zouden er hier ook mensen verschijnen die me gaan helpen? Het ziet er niet naar uit eigenlijk. We vervolgen de weg en het is inderdaad niet zo dat iemand me komt helpen volgens mij. Ik kan hier wel een quiz gaan doen. Hier midden op de Doom Mountain of zo staat professor ook toch weer te chillen. We hebben nu de Mii-parade. Moet een heleboel gezichten onthouden. We hebben maar één kans. Oké, een gezicht onthouden. Welke gezichten zien we allemaal? We hebben Waluigi, Nook, Inkling Girl, Goomba en Impa. Oké, was dat het? Liep Tom Nook voorbij? Ja, die liep voorbij. Oké, wat is vraag 2? Oh, dat was het al. Oh, joh. 5 HP bananen voor het beantwoorden van 1 vraag. Ja, dat is een goede deal, meneer Oak. Dankjewel hiervoor. En we moeten blijkbaar hier de vulkaan betreden of zo. Go, Epona! Wat is dit? Een schedelet? Dat ding ziet er niet uit, joh. Het lijkt op een lopende kont. Een lopende kontskelet. Wat is... Dit is zo'n rare vijand. Het is bijna net zo erg als de Twerkoon. Ja, dit was mooi. Hey, ik zie iets glinsteren hier op de grond. Laten we het oppakken. Ja, een banaantie. Ik heb nu best wel veel banaanties volgens mij. Het wordt tijd om Donkey Kong in het team te doen. Dan kan hij lekker banaanties gaan eten. Oké, schedelet en magiegenoom. Ik ga u beiden aanvallen, mijn heren. En jullie gaan mij ook beiden aanvallen. Dan is het nu tijd voor een lentebriesje. Op het gnoompie. En, hij heeft me laten lachen. Die vijand heeft me laten lachen. Kom op, Epona, we gaan hem pakken. We gaan deze rare schedelet pakken. Hoppakee. Gewonnen, lekker. En we gaan weer door. Om een kistje open te maken met game tickets. En voor een nieuwe battle met gnoompies. Oeh, die vallen me best wel hard aan trouwens. Dat vind ik niet cool, jongen. Dat vind ik niet cool. Hoppakee, wegwezen allebei. Even niet zo gek doen. Het gaat nog best wel goed zo in mijn eentje. Dat is toch best wel chill dat het gewoon lukt. Ja, en dan staan we nu toch echt bij de ingang, bij de poort van de Doom Mountain. Wat gaat hier gebeuren, jongens? Ik zie iets. Wat zie ik? Hey! Dit zijn mijn matties. Maar ze hebben allemaal geen gezicht meer. Dit zijn Wooloo, Steve en Red. Yo! Nee! Niet jullie gezichten! Iwata! Ik moet een beetje huilen. Meneer Iwata!
Iwata. Die is blij dat we elkaar hier treffen. Ja, dit zijn drie vrienden van mij inderdaad, Iwata. Ze liepen rond te dwalen als, ja, als kippen zonder gezicht. En Iwata die heeft ze maar hierheen gebracht, want hier zijn ze tenminste veilig. En hun gezichten kunnen niet ver weg zijn. Wat zeg je ervan? Ben je klaar voor een reddingsmissie? Zeker zijn we dat, Iwata. Hey, Iwata die gaat ons helpen. Oh, dit is chill. Dit is heel chill. En we kunnen nu kijken waar de gezichten zijn van mijn maten. Helemaal daar is het gezicht van Red. En het gezicht van Steve. Het gezicht van Steve. Oh, het gezicht van Steve is iets dichterbij. Maar het is nog wel de vraag hoe we daar komen. En het gezicht van Wulu, die is ook redelijk dichtbij. Maar hoe komen we daar? Kan jij een pad voor mij maken? Aha, Iwata kan inderdaad een pad voor mij maken. En in de volgende aflevering gaan we proberen om de gezichten van allemaal matties te halen. Dus doe een duimpje omhoog en vergeet sowieso niet te abonneren als je dat wil zien. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel! Oh ja, binnenkort ook Mario Golf. Nice!